Westerbork, dinsdag 24 augustus 1943. Na deze nacht heb ik één ogenblik in alle oprechtheid gemeend dat het een zonde zou zijn wanneer men in het vervolg nog lachte. Maar later bedacht ik dat er toch immers ook mensen lachend zijn weggegaan. Hoewel, dit keer niet veel. En in Polen zal er misschien af en toe ook nog wel eens iemand lachen. Hoewel, van dit transport niet veel, denk ik. Als ik denk aan die gezichten van het groen geuniformeerde, gewapende begeleidingspeloton. Mijn god, die gezichten. Ik heb ze stuk voor stuk bekeken. Verdekt opgesteld achter een venster. Ik ben nog nooit van iets zo geschrokken als van deze gezichten. Ik ben in een knoei geraakt met het woord dat het leidmotief van mijn leven is. En God schiep de mens naar zijn evenbeeld. Dat woord beleefde een moeilijke ochtend met mij. Dat woorden en beelden niet toereikend zijn voor nachten als deze, heb ik jullie al vaak genoeg verteld. Toch moet ik proberen iets voor jullie neer te schrijven. Men voelt zich steeds oren en ogen van een stuk Joodse geschiedenis. Maar men heeft soms ook de behoefte een kleine stem te zijn. We moeten elkaar toch op de hoogte houden van wat er in de verschillende uithoeken gebeurt. Ieder moet zijn steentje daartoe bijdragen, zodat na de oorlog het mozaïek over de hele wereld sluitend zal zijn. Toen ik in de vroegte, na de nacht in de ziekenbarak, nog even langs de strafbarak liep, was dat één moment een verademing. De mensen, hoofdzakelijk mannen, stonden gepakt en gezakt binnen het prikkeldraad. Zeer velen maakten een ondernemende en kerelachtige indruk. Een oude kennis, ik herkende hem eerst niet eens onder zijn kaalgeschoren schedel, ja, dat verandert de mensen soms helemaal, riep me lachend toe. Als ze me niet doodslaan, kom ik terug. Maar die baby's. Die kleine, doordringende kreten van de baby's. Die midden in de nacht uit hun kribben gehaald werden om vervoerd te worden naar een ver land. Ik moet het gauw alles door elkaar neerschrijven. Later zal ik niet meer kunnen, omdat ik geloven zal dat het niet echt waar is geweest. Het is nu al als een visioen dat steeds verder van me wegdrijft. Die baby's waren wel het ergste. En dan dat lamme meisje. Dat niet eens meer een etensbord wilde meenemen en dat het zo moeilijk vond om dood te gaan. En die geschrokken jongen. Hij dacht dat hij veilig was. Het was fout dat hij dat dacht. Onverwachts moest hij toch mee. Hij kreeg de kolder en liep weg. Zijn mede-Joden moesten een drijfjacht op hem houden. Als hij niet gevonden zou worden, dan moesten er tientallen anderen voor hem mee op transport. Men omsingelde hem gauw genoeg. Hij werd gevonden in een tent en trotsdem moesten de anderen mee op transport. Om een afschrikwekkend voorbeeld te stellen, zoals dat dan heet. Verschillende goede vrienden sleepte hij op deze wijze met zich mee. 50 slachtoffers maakte hij door dat ene moment van verstandsverbijstering. Dat wil zeggen, hij maakte ze niet. Onze commandant, van wie men dikwijls zegt dat hij een gentleman is, maakte ze. Maar zal die jongen het zelf kunnen verwerken wanneer het volledig tot hem doordringt waarvan hij de aanleiding is geweest? En hoe zal de massa der Joden in de trein op hem reageren? Die jongen zal het heel moeilijk hebben. Misschien zou het nog losgelopen zijn als er die nacht zo verschrikkelijk gevlogen was boven onze hoofden. De commandant moet daar toch ook iets van gemerkt hebben. Domme wetten, vliegen die schon, hoorde ik midden in de nacht een man zeggen tegen de sterren. Men had nog zozeer de kinderlijke hoop dat het transport niet door zou gaan. Van hieruit hadden velen het bombardement kunnen gadeslaan op een naburige stad. Misschien was het Emden? En waarom zou er niet eens een spoorlijn geraakt kunnen worden, zodat de trein niet kan vertrekken? Zoiets is nog nooit gebeurd, maar men hoopt het bij ieder transport opnieuw, met een onuitroeibare hoop. De avond voor die nacht, waarvan ik nu vertel, liep ik door het kamp. De mensen groepten samen tussen de barakken onder een grijze wolkenhemel. Kijk,
Zo staan de mensen ook in groepjes na een ramp wanneer ze op alle hoeken van de straten die rampen spreken. Zijn mijn metgezel. Maar dat is juist het onbelangrijkste, barst ik uit. Het is nu voor de ramp. Wanneer er ergens een ongeluk gebeurt, dan is het een natuurlijk instinct in de mens dat hij te hulp loopt en redt wat er te redden valt. Maar ik ga vannacht alle baby's aankleden en moeders kalmerend toespreken en dat noem ik dan helpen. Ik zou me hier bijna om kunnen vervloeken. We weten toch dat we onze zieken en weerlozen gaan prijsgeven aan honger, aan hitte en kou. En onbeschutheid en verdelging. En we kleden ze zelf aan en geleiden ze naar de kale beestenwagons. Als ze niet kunnen lopen, dan maar op brancards. Wat gebeurt hier toch allemaal? Wat zijn dat voor een raadselachtigheden? In wat voor noodlottig mechanisme zitten we verstrikt? We kunnen dit niet afdoen met de woorden dat we allemaal laf zijn. En zo slecht zijn we toch ook weer niet. We staan hier voor diepere vragen. De middag tevoren liep ik nog een keer door mijn ziekenbarak, gaande van bed tot bed. Welke bedden zouden er morgen leeg zijn? Het bekendmaken van de transportlijsten gebeurt pas op het allerlaatste ogenblik. Maar sommigen weten toch al van tevoren of ze moeten gaan. Een jong meisje roept me. Ze zit kaarsrecht overeind in haar bed met wijd open gesperde ogen. Het is een meisje met dunne polsen en een doorschijnend, smal gezichtje. Ze is gedeeltelijk verlamd. Ze was juist weer begonnen opnieuw te leren lopen. Tussen twee verpleegsters in, voetje voor voetje. Heb je het gehoord? Ik moet weg, fluistert ze. Wat? Moet jij weg? We kijken elkaar een poosje sprakeloos aan. Ze heeft helemaal geen gezichtje meer. Ze heeft alleen nog maar ogen. Eindelijk zegt ze met een effen grauw stemmetje. En zo jammer, hè, dat nu alles wat je in je leven geleerd hebt nu voor niets is geweest. En wat is het toch moeilijk om dood te gaan, hè? Plotseling wordt de onnatuurlijke starheid van haar gezichtje doorbroken door tranen en de kreet. Oh, dat ik nu uit Holland weg moet, dat is toch het ergste van alles. En, oh, dat de mens toch niet eerder heeft mogen doodgaan. Later in de nacht zie ik haar nog voor de laatste keer. In het washok staat een vrouwtje, een bak met druipend wasgoed op haar arm. Ze pakt me beet, ze ziet er een beetje verwilderd uit. En ze giet een stroom van woorden over me heen. Het kan toch niet, hoe kan dat nou? Ik moet weg en ik krijg niet eens op tijd mijn wasgoed droog. En mijn kind is ziek, het heeft koorts. Kunt u er niet voor zorgen dat ik niet weg hoef? En ik heb niet eens genoeg kleertjes voor het kind. Ze hebben me pas nog die kleine slopbroek gestuurd in plaats van de grote. Ook zou er nog gek van worden. En één deken mag je maar meenemen. Nou, lekker koud zullen we daar dan hebben. Of denkt u soms van niet? Ik heb hier een goede neef. Hij is tegelijk met mij gekomen. En die hoeft niet weg, want hij heeft goede papieren. Denkt u dat dat voor mij ook zou kunnen helpen? Zegt u toch alsjeblieft dat ik niet weg hoef? Wat denkt u? Zouden ze de kinderen bij de moeders laten? Ja, komt u vannacht terug? Komt u me dan helpen? Wat denkt u? Zouden die papieren van mijn neef... Wanneer ik zeg, die nacht was ik in de hel. Wat druk ik daarmee dan nog voor jullie uit? Ik heb het één keer midden in de nacht hardop tegen mezelf gezegd. Het met een zekere nuchterheid constaterend. Zo, nu ben ik dus in de hel. Men kan niet onderscheiden wie er wel en wie er niet weg moeten. Haast iedereen is op. De zieken helpen elkaar met aankleden. Er zijn er meerdere die geen enkel kledingstuk hebben. Wier bagage is zoek geraakt of nog niet is aangekomen. Er lopen dames van de vuurzorgen rond. Ze delen kleren uit. Of ze passen of niet, doet er niet toe als je maar wat aan je lichaam hebt. Sommige oude vrouwen gaan er lachwekkend toegetakeld uitzien. Er worden flesjes melk klaargemaakt om mee te geven voor de zuigelingen, wie er erbarmelijk gekrijs door alle naden van de barak heen dringt. Een jong moedertje zegt bijna verontschuldigend tegen me: mijn kind huilt anders nooit. Het is net of ze voelt wat er gaat gebeuren. Ze neemt het kind, een heerlijke baby van 8 maanden, uit een primitieve wieg en lacht het toe. Als jij nu niet zoet bent, dan mag je niet met mama mee op reis.
Ze vertelt me van kennissen. Toen de groenen hen in de tijd in Amsterdam kwamen halen, hebben de kinderen vreselijk gehuild. Toen zei de vader: als jullie nou niet zoet zijn, dan mogen jullie niet met de groene auto mee. Dan neemt die groene meneer jullie niet mee. En dat hielp. De kinderen bedaarden. Ze knipoogt me dapper toe. Smal vrouwtje, een olijfkleurig geestig gezicht, gekleed in een lange grijze broek en een groene wollen trui. Ik ben niet zo flink. Al lach ik nou. Het vrouwtje van het natte wasgoed is bijna van zinnen. Kunt u mijn kind niet voor me verstoppen? Toen nou, stopt u het weg. Het heeft hele hoge koorts. Hoe kan ik het nu meenemen? Ze wijst op een hoopje kind met blonde krullen en een gloeiend hoogrood gezichtje dat te woelen ligt in een ruw houten bedje. De verpleegster wil de moeder een extra wollen trui aantrekken over haar jurk heen. Ze verweert zich. Ik neem niks mee. Wat heb ik daaraan? Mijn kind. Ze snikt. Een ziek kind nemen ze je af en je krijgt het nooit meer terug. Er komt een vrouw op haar toegelopen. Een zware volksvrouw met een goedmoedig, stomp gezicht. Ze trekt de wanhopige moeder naast zich op de rand van een ijzeren brits en ze spreekt haar toe op een bijna zangerige volkstoon. Jij bent toch ook maar net zo goed gewoon een Jood? Jij moet toch ook weg? Een paar bedden verder zie ik plotseling het asgrauwe, sproete gezichtje van een collega. Ze hurkt bij een bed van een stervende vrouw die vergif heeft genomen. En die haar moeder is. Allemachtig, wat hebben we hier? Wat bent u van plan? Ontvalt me. Het is dat kleine, aanhankelijke volksvrouwtje uit Rotterdam. Ze is in de 9e maand. 2 zusters trachten haar aan te kleden. Ze staat met haar wanstaltige lichaam tegen het bedje van haar kind geleund. De zweetdruppels lopen haar langs het gezicht. Ze staat in een verte, waarna ik haar niet kan volgen en zegt met een toonloze, afgestorven stem: 2 maanden geleden wilde ik vrijwillig met mijn man mee naar Polen en toen mocht ik niet, omdat ik altijd van die zware bevallingen heb. En nu moet ik weg, omdat er vannacht iemand is weggelopen. Het gejammer van de zuigelingen zwelt aan. Het vult alle hoeken en reten van een spookachtige, verlichte barak. Het is haast niet uit te houden. Op de brancard op weg naar de trein beginnen de barensweeën. En toen mocht men de vrouw naar het ziekenhuis in plaats van naar de goederentrein dragen. Wat in deze nacht toch wel tot de bijzonder menselijke daden gerekend mag worden. Ik kom langs het bed van het verlamde meisje. Ze is al gedeeltelijk met behulp van anderen aangekleed. Ik zag nog nooit zulke grote ogen in zo'n klein gezichtje. Ik kan het niet verwerken, fluistert ze me toe. Op een paar passen afstand staat mijn kleine gebochelde Russin. Ze staat daar als ingesponnen in een web van droefheid. Het lamme meisje is een vriendin van haar. Later klaagt ze tegen me: ze had niet eens een bord. Ik heb haar mijn bord mee willen geven, maar ze wilde het niet hebben. Ze zei: ik ga toch in 10 dagen dood en dan hebben die akelige Duitsers mijn bord maar. Ze staat voor me. Een groen zijde kimono om haar mismaakte gestalte. Ze heeft heel wijze, zuivere kinderogen. Ze kijkt me eerst lange tijd zwijgend en onderzoekend aan. En dan roept ze hartstochtelijk: Ik zou wel in mijn tranen willen wegzwemmen naar een betere wereld. En ik heb zo een verschrikkelijk heimwee naar mijn goede moeder. Deze goede moeder is enige maanden geleden hier aan kanker gestorven. In het washok bij de wc. Daar was ze tenminste een ogenblik alleen om te kunnen sterven. Lubotchka vraagt me met haar eigenaardige accent op de toon van een kind dat om vergeving vraagt: de lieve God zal mijn twijfels toch wel kunnen begrijpen in een wereld als deze? Dan wendt ze zich van mij af in een bijna lieflijk gebaar van oneindige droefenis. En de hele nacht door zie ik een mismaakte, groenzijde gestalte zich bewegen tussen de bedden. Kleine handreikingen verrichtend voor de vertrekkende. Zelf hoeft ze nog niet weg. Tenminste, dit keer nog niet. Ik zit tomaten uit te persen tot sap om in flessen mee te geven voor de baby's.
Naast me zit een jonge vrouw. Ze ziet er ondernemend, reisvaardig en zeer verzorgd uit. Het klinkt haast als een kreet van bevrijding wanneer ze met een wijd armgebaar uitroept: ik ga de grote reis aanvaarden. Misschien vind ik mijn man. Een vrouw tegenover haar valt haar bitter in de rede. Ik moet ook weg, maar aanvaarden doe ik het niet. Ik neem de jonge vrouw naast me eens op. Ze is nog maar een paar dagen hier. Er gaat iets krachtigs en onafhankelijks van haar uit. Ze heeft een uitdagend trekje om de mond. Ze is in het begin van de nacht al kant en klaar voor de aftocht. Gekleed in een lange broek, wollen trui en wollen vest. Naast haar op de grond staat een zware rugzak met een dekenrol. Ze probeert een paar boterhammen door de keel te krijgen. Ze zijn beschimmeld. Ik zal wel eens vaker beschimmeld brood eten, lacht ze. In de gevangenis heb ik dagenlang niet gegeten. Ze hebben me in de gevangenis gegooid terwijl ik hoog in de maanden was. Wat hebben ze me daar met een hoon en een minachting behandeld? Ik had het ongeluk om te zeggen dat ik niet kon staan. En toen hebben ze me urenlang laten staan. Maar ik heb het zonder een kik volgehouden. Mijn man was daar ook in gevangenis. Wat hebben ze me mishandeld en wat was hij flink. Verleden maand is hij van hier doorgestuurd. Ik lag toen net in de derde dag in de kraam en kon niet mee. Want wat heeft hij zich flink gehouden. Ze straalt haast van een soort vertederde trots. Het kind is hier gestorven. Misschien zal ik mijn man vinden. Ze lacht uitdagend. Al vervuilen we en versmeren we. Wij komen er wel. Ze kijkt naar de huilende baby's om ons heen. Ik zal goed werk kunnen doen. Ik heb nog moedermelk. Wat? U ook? Roep ik opeens ontzet. Tussen de omgewoelde kribben van de onrustige en klagende zuigelingen komt een hoge vrouwengestalte aangezwenkt. De handen grijpen in de lucht om een houvast. Ze is gekleed in een lange zwarte ouderwetse japon. Ze heeft een aristocratisch voorhoofd en een spierwit, golvend, hoog opgemaakt kapsel. Haar man is voor enige weken hier gestorven. Ze is ver over de 80, maar ziet eruit alsof ze nog geen 60 is. Ik bewonderde haar altijd om de vorstelijke wijze waarop ze op haar bed lag. Haar antwoord komt in een schorre kreet. Ja, ik mocht niet bij mijn man in het graf. Ach, daar heb je haar ook. Het is het pittige ghetto-vrouwtje dat altijd zo hongerig in haar bed lag omdat ze nooit pakjes kreeg. En 7 kinderen had ze hier. Verschrikkelijk kordaat en bezig dribbelt ze rond op korte benen. Ja, wat denkt u wel? Ik heb 7 kinderen, die moeten toch zeker een flinke moeder met zich mee hebben? Ze propt een jute zak vol met goed, met rappe gebaren. Ik laat hier niks achter. Mijn man is een jaar geleden doorgestuurd en mijn 2 oudste jongens zijn ook al weg. Ze straalt. Mijn kinderen bennen toch zulke schatten voor me? Ze dribbelt, ze doet, ze pakt. Ze heeft voor iedereen in het voorbijgaan een bemoedigend woord. Een klein, lelijk ghetto-vrouwtje met zwarte, vettige haren. Een zwaar onderlichaam en korte benen. Ze heeft een armoedige jurk aan met halve mouwen. Ik denk dat ze daarin nog achter de wastobbe in de Jodenbreestraat heeft gestaan. En nu trekt ze in diezelfde jurk naar Polen. 3 dagen reizen met 7 kinderen. Ja, wat denkt u wel? Ik ga met 7 kinderen, die moeten toch zeker een flinke moeder met zich mee hebben? Aan dat jonge vrouwtje daar kan men nog zien dat ze eens een luxe vrouwtje was. En heel mooi. Ze is nog maar kort in het kamp. Ze was ondergedoken ter wille van haar baby. Nu is ze hier door verraad, zoals zoveel onderduikers. Haar man is in een strafbarak. Haar aanblik is jammerlijk. Door het geblondeerde haar breekt hier en daar de oorspronkelijke zwarte kleur door. Ze heeft verschillende stellen ondergoed en kleren over elkaar heen aangetrokken. Men kan toch immers niet alles dragen. Vooral niet als men ook nog een klein kind bij zich heeft. Nu ziet ze er misvormd en ridicuul uit. Haar gezicht ziet vlekkerig. Ze kijkt iedereen met omvloerste, vragende ogen aan als een volkomen weerloos jong dier. Hoe zal deze vrouw,
die nu al helemaal ontredderd is, eruit zien als er na 3 dagen uitgeladen wordt uit die overvolle goederenwagen. Waar mannen, vrouwen, kinderen, zuigelingen ingeperst worden, samen met de bagage. Met als enig meubilair een ton in het midden. Men zal waarschijnlijk weer in doorgangskampen komen van waaruit men weer verder geladen zal worden. Wij worden doodgejaagd. Dwars door Europa heen. Ik zwerf nog wat, verloren door andere barakken. Ik ga door taferelen die voor mijn ogen opstaan in vele kleine, kristalheldere details. En die tegelijkertijd zijn als vervagende, eeuwenoude visioenen. Ik zie een doodzieke oude man wegdragen. Scheimers zeggende over zichzelf. Scheimers zeggen, dat betekent het gebed uitspreken. Over een stervende. Het bestaat hoofdzakelijk in het voortdurend aanroepen van de naam van God. En het hoogste is wel wanneer de stervende zelf nog in staat is om dit gebed mede uit te spreken. Ik zie een oude man wegdragen. Op een baar naar de trein. Scheimers zeggen over zichzelf. Ik zie een vader die voor het vertrek zijn vrouw en kind zegent. En die zichzelf laat zegenen door een oude rabbijn met een sneeuwwitte baard en een vurig profetenprofiel. Ik zie. Ach. Ik kan het toch allemaal niet beschrijven. Het is langzamerhand 6 uur in de ochtend geworden. De trein zal om 11 uur vertrekken. Men begint met het inladen van mensen, rugzakken. De wegen naar de trein zijn door de mannen van de ordendienst afgezet. Alle die niets met het transport te maken hebben, moeten van het terrein wegblijven. Ik glip een barak binnen. Het is hier altijd een riant uitzicht geweest op de in- en uitgaande transporten, hoor ik een cynische stem zeggen. Al vanaf gisteren deelt de trein ons kamp in 2 helften. Een troosteloze reeks van verveloze lege goederenwagons. Vooraan en achteraan een personenwagon voor het begeleidingspeloton. In sommige wagons liggen papieren matrassen op de grond, voor de zieken. Er komt steeds meer beweging op de asfaltweg langs de trein. Plotseling zwermen vele groen geuniformeerde kerels uit over het asfalt. Ik begrijp niet waar ze zo plotseling vandaan komen. Ransels en geweren op de rug. Ik neem de gestalten en gezichten op. Probeer ze onbevooroordeeld te bekijken. Bij vorige transporten waren er dikwijls nog onbedorven, goedmoedige types. Dit keer slaat er een grote schrik dwars door me heen. Botten, honende koppen die men tevergeefs afzoekt om er nog een restje van menselijkheid op te ontdekken. Aan welke fronten zijn deze lieden grootgebracht? In welke strafkampen zijn ze geoefend? Maar het is dit keer toch ook immers een straftransport? Enkele jonge vrouwtjes zitten al in de goederenwagons. Ze houden hun zuigelingen op schoot, hun benen bungelen naar buiten. Ze willen nog zo lang mogelijk van de frisse lucht genieten. Zieken worden voorbijgedragen op brancards. Het is een straftransport. Ik moet haast lachen. De wanverhouding tussen de bewakers en bewaakten is te ridicuul. Mijn metgezel naast me achter het venster huivert even. Maanden geleden is hij hier uit Amsterdam binnengedragen in brokken en stukken. Ja, zo zijn die kerels, zegt hij. Zo zien ze eruit. Een paar jonge kinderen staan met hun neuzen tegen de ruiten gedrukt. Waarom dragen zulke vuile, gemene kerels groen? Waarom dragen ze geen zwart? Zwart is toch ook slecht? Kijk, kijk, daar heb je een zieke. Een pluk grijs haar boven een dooreengewoelde deken op een brancard. Kijk eens, weer een zieke. En dan, wijzend op de groene. Kijk nou eens, nou beginnen ze te lachen. Steeds meer mensen vullen de lege goederenwagons. Daar komt een eenzame, lange figuur aangewandeld. Een aktentas onder de arm. Het is de chef van de Antragstelle. Tot op het laatste ogenblik tracht hij mensen los te krijgen uit de handen van de commandant.
De koehandel duurt voort tot het vertrek van de trein. Uit de trein weet men dikwijls nog mensen te bevrijden. De man met een aktentas heeft het voorhoofd van een jonge kamergeleerde en een vermoeide, zeer vermoeide schouders. Een oud gebogen vrouwtje met een zwart hoedje op grijze piekharen verspert hem de weg. Ze zwaait met vele papieren voor zijn neus. Hij hoort haar een poosje aan, schudt afwijzend het hoofd en wendt zich vervolgens af. De schouders nog iets dieper gebogen dan anders. Men zal deze keer niet veel mensen nog op het laatste nippertje uit de trein kunnen halen. De commandant is boos. Een jonge Jood heeft het gewaagd weg te lopen. Hij ontsnapte in een moment van verwarring uit het ziekenhuis. Een jasje over zijn blauwe pyjama en hij verborg zich in een tent. Waar hij al gauw gevonden werd na een drijfjacht door heel het kamp. Maar als Jood heb je niet weg te lopen. En ook niet in verwarring te geraken. Het oordeel van de commandant is onverbiddelijk. Tientallen anderen moeten als represaille onverwacht mee op transport. Daaronder verschillende die meenden hier vast voor anker te liggen. Dit systeem werkt nu eenmaal met collectieve straffen. En die vele vliegmachines vannacht boven onze hoofden zullen ook niet veel goeds bijgedragen hebben tot de stemming van de commandant. De goederenwagons zou je nu wel vol kunnen noemen. Dat dacht je maar. Allemachtig, moeten die er ook nog allemaal bij in? Er verschijnt een nieuwe, grote groep. De kinderen staan nog steeds met hun neuzen tegen de ruit geplakt. Ze leven alles heel precies mee. Kijk eens, daar komen alweer mensen naar buiten. Ze vinden het zeker te warm in de trein. Plotseling roept een van de kinderen de commandant. Hij verschijnt aan het begin van de asfaltweg. Om deze commandant weeft men al bijna legendes. Hij heeft zoveel charme. En hij meent het zo goed met de Joden. Een stem achter me zegt: we hadden vroeger een commandant. Die trapte de mensen naar Polen. Deze lacht ze naar Polen. Hij loopt langs de trein in een militaire pas. Een nog betrekkelijk jonge man. Die een voorspoedige carrière gemaakt heeft. Zo zou men het tenminste kunnen noemen. Hij is heer en meester over leven en dood van Hollandse en Duitse Joden op de Drentse Hei. Een jaar geleden zal hij nog niet geweten hebben dat er zo'n hei bestond. Ik trouwens ook niet. Hij stuurde vanochtend 50 Joden meer mee op transport omdat een jongen in een blauwe pyjama zich verstopte in een tent. Hij loopt langs de trein. Zijn grijze, keurig geborstelde haren komen van achteren onder zijn platte, lichtgroene pet tevoorschijn. Met dat grijze haar dat zo romantisch afsteekt tegen een nog betrekkelijk jong gezicht, dwepen vele onnozele bakvissen hier. Al durven ze daar niet openlijk voor uit te komen. Zijn gezicht is op deze boze ochtend bijna ijzerkleurig. Het is een gezicht dat ik nog lang niet ontcijferen kan. Het komt me soms voor als een smal litteken waarin verbetenheid, vreugdeloosheid en onoprechtheid met elkaar vergroeid zijn. En dan heeft hij iets in zijn type. Dat het midden houdt tussen een verzorgde kappersbediende en de stamgast van een artiestenkroeg. Maar deze verbetenheid en de geforceerde stramheid overwegen. In militaire pas loopt hij langs de goederenwagons die uitpuilen van de mensen. Hij inspecteert zijn troepen. Zieken, zuigelingen, jonge moeders en kaalgeschoren mannen. Er worden nog enige aangedragen op brancards. Hij maakt een ongeduldig gebaar. Het gaat niet vlug genoeg. Achter hem loopt zijn Joodse secretaris. Elegant gekleed in een beige broek en een bruin sportjasje. Hij heeft het correcte, sportieve, maar nikszeggende uiterlijk van een Engelse whiskydrinker. Er komt plotseling een mooie bruine jachthond aangesprongen. De beige secretaris stoeit met hem met gracieuze gebaren. Het is net een plaatje uit een Engels societyblad. Het groene peloton staat te glotsen uit botte ogen. Misschien denken ze wel. Hoewel, denken, dat is een groot woord. Dat de Joden hier er heel anders uitzien dan ze in hun opvoedkundige blaadjes worden afgebeeld. Verschillende Joodse kopstukken uit het kampleven lopen langs de trein. Die maken zich ook wichtig, mompelt iemand achter me.
transportboulevard. Zeg ik hardop. Zal men de buitenwereld ooit kunnen beschrijven wat er hier zich allemaal heeft afgespeeld? Vraag ik mijn metgezel. De buitenwereld denkt misschien aan ons als een grauwe, gelijkvormige, lijdende massa van Joden. Ze weet niets van de kloven en achtergronden en schakeringen die er zijn tussen de enkelingen en de groepen. Ze zal dat misschien niet eens kunnen begrijpen. Bij de commandant heeft zich nu de oberdienstleiter van het kamp gevoegd. De commandant lijkt plotseling smal en nietig. De oberdienstleiter is een Duitse Jood met een machtige gestalte. Zwarte kaplaarzen, zwarte pet, zwart soldatenwambuis met gele ster. Hij heeft wrede lippen en een heersersnek. Een jaar geleden was hij nog graver in de buitendienst. Rondom zijn snelle opkomst speelt zich een belangwekkend stuk geschiedenis af van de mentaliteit van deze tijd. Men zou daar later meer over moeten vertellen. De lichtgroene, stramme commandant, de beige onbewogen secretaris, de zwarte geweldenaarsgestalte van de oberdienstleiter paraderen langs de trein. Men maakt ruimte om hen heen, maar aller ogen gaan in hun richting. Mijn hemel. Gaan die deuren werkelijk allemaal dicht? Ja, dat gaan ze. De deuren worden gesloten over de opeengeperste, achteruitgedrongen mensenmassa's in de goederenwagons. Door de smalle openingen aan de bovenkant ziet mijn hoofden en handen die wuiven wanneer de trein vertrekt. De commandant rijdt nog een keer op een fiets de hele trein langs. Dan maakt hij een kort gebaar met de hand als een vorst uit een operette. En een klein officiertje komt aangevlogen om hem eerbiedig de fiets af te nemen. De fluit slaakt een doordringende kreet. Een trein met 1020 Joden verlaat Holland. De eis was dit keer niet eens groot. 1000 Joden maar. Die 20 zijn reserve voor onderweg. Het is toch altijd mogelijk dat er een paar sterven of doodgedrukt worden. En zeker deze keer. Nu er zoveel zieken meegaan zonder één enkele verpleegster. De helpers aan de trein ebben langzamerhand af. Ze gaan hun slaapsteden opzoeken. Men ziet vele uitgeputte, bleke en lijdende gezichten. Er is weer een stuk van ons kamp geamputeerd. De volgende week een volgend stuk. Dit beleven we hier nu langer dan een jaar. Week aan week. We zijn hier met enige duizenden achtergeblevenen. Reeds 100.000 van onze rasgenoten uit Holland zwoegen onder een onbekende hemel of liggen te rotten in een onbekende aarde. Wij weten niets van hun lot. Misschien zullen we het binnenkort weten. Ieder op zijn tijd. Het is toch immers ook ons toekomstig lot. Daar twijfel ik geen ogenblik aan.